training. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat vandaag. En ga je het redden, die vispartijen dan? Ja, dat ook zeker. Ja. Hoe weet je dat? Nou, gewoon gaan en doen. Ja. Ja. De organisatie van de schildklierziekte wordt ondersteund door de Vispartijen. Dat is een combinatie. Waarom is dat eigenlijk? Sorry, die had ik even... Had je niet verwacht, hè? Nee. Nee, we gaan er gewoon door. We praten gewoon lekker door. Waarom is het eigenlijk, denk je? Nou, sporten en schild... Ja, ik weet het echt niet. Nee. Is het belangrijk voor jouw ziekte om te sporten? Ja, voor mij wel. Ik voel mij heel fit daardoor. En ik zit lekkerder in mijn vel. En ja, dat is eigenlijk wel voor mij wel heel belangrijk om te sporten. Leg eens uit, wat is die schildklierziekte nou? Nou, ik heb het snelle schildklier. En ik dan de ziekte van Graves. En mijn schildklier werkt hard. Dat zorgt voor vervelende klachten zoals haaruitval, snel afvallen, hartkloppende, opgejaagd gevoel, kortademig. Je kan nog allemaal nog veel meer klachten krijgen. Dus het is eigenlijk heel veel om zo op te noemen. Ja. Moet je daarom voorzichtiger zijn met sporten? Ik denk dat je wel misschien wel iets eerder je grenzen voelt, maar ik heb nog niet ervaren dat ik heel erg moet oppassen. Nou, nog geen rare dingen meegemaakt? Nee, nog niet, nee. Jullie willen ongeveer 5000 euro gaan ophalen. Hoe ga jij dat dan doen? Nou, ik ga natuurlijk zoveel mogelijk mensen benaderen via Facebook, familie, vrienden, via de website van Fiscoteterum, de Schildklierstichting. Er zijn zoveel manieren via Twitter en dus wil ik zelf nog persoonlijk mensen benaderen om te geven. Dus, hoe lang ga je erover doen? Nou, tot denk ik 13 september. Ja, maar ik bedoel eigenlijk over die afstand. Over die afstand? Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet hoor. Dat is... Heb je geen tijd voor ogen? Nog niet, nee. Gewoon, ik ben nu lekker aan het trainen en ik ga sowieso die finish halen. Of dat nou in een half uur is of in een 40 minuten, dat zien we dan. Ja. Wat is belangrijk? Dus kan ook geld ophalen of een goede tijd moeten? Veel mogelijk geld ophalen. Ja. Succes.